Drentse Verstappen-fans kijken Formule 1 vanuit de jacuzzi. Drakenbootrace in de vaart van Erika. En Johan Derksen eert Harry Musquet met nieuw radioprogramma. In het Schoonhoordse Zandvoort werd vandaag door een grote vriendengroep samen naar de Formule 1 gekeken. Ja, we doen dit normaal elk jaar, dan een feestje met de Formule 1 op Zandvoort is. Dan hebben we een vriendenploeg en doen we gewoon elk jaar zo'n feestje. De ene keer is het hier, de andere keer bij een andere maat. Ja, het was steeds mooier. Nou ja, je zegt feestje. Ik vind het een behoorlijk uit de hand gelopen feestje, in de goede zin van het woord. Ja, nou ja, dat krijg je dan. Hè. De eerste keer matig, tweede keer nog meer. Misschien vond je nog wel meer. Met een goed gevulde koelkast, een klein strand, jacuzzi's en een zwembad zit de sfeer er meteen goed in. Je had ook, nou ja, het kan niet zomaar, dan moet je kaartjes verkopen, maar je had ook naar Zandvoort kunnen gaan. Waarom dan toch hier? Nou, Zandvoort is natuurlijk duur en in het verleden hebben we heel vaak naar Grand Prix toe geweest. Ja. Dus alleen, het is hier ook gezellig vandaag. Ja. Waarom is het zo gezellig om met elkaar naar deze race te kijken? Het is natuurlijk in Zandvoort, het doet ook wel wat. En een mooie vriendenploeg. In de vriendengroep zijn veel Verstappen-fans, natuurlijk. Maar wie gaat er winnen? Ik hoop Max, maar ik denk Leclerc. Oei. Ja, dat is niet anders. Wordt het feestje dan minder gezellig? Nee, echt niet. Nee. Ah, ik denk dat Max wel wint. Gisteren met de training ging ook goed, dus ik denk nu ook wel. En als hij nou niet wint, wordt het feestje dan minder gezellig? Nee, voor ons niet. We gaan gewoon door. Tot hoe laat gaat het feestje door? Tot we er binnen afhalen. Maar gelukkig deed Max Verstappen wat hij moest doen. En dus bleef het nog lang onrustig in het Schoonhoordse Zandvoort. Gezellige drukte vandaag op Erika. In de vaart wordt een drakenbootrace gehouden. Een drakenbootrace is een race op de zogenoemde Chinese drakenboten. Daarmee gaan twee teams de strijd aan. En uiteindelijk moet er een winnaar komen aan het einde van de dag. Er doen 17 teams mee, van vriendengroepen tot sportclubs en zangkoren. En nou moet je peddelen. Ja, dat is wel even wat anders. Maar gaat ook lukken hoor. Ga je nou zingend in die boot of is dat te veel gevraagd? We hebben een jel bedacht voordat we de boot in gaan, dus dat komt helemaal goed. En hoe zijn de teams voorbereid? Vooral gisteravond was een heftige voorbereiding. We hebben lang bij elkaar gezeten, geborreld in de jacuzzi, tactiek besproken, al dat soort dingen. Kleding nog even, de puntjes op de i gezet en dit is het resultaat. Ons Hawaii-team. Was er ook nog een sportieve voorbereiding? Nee. Het is 200 meter peddelen en ik denk dat het flink gas geven is. En ik denk dat het voor heel veel teams ook nog wel gaat tegenvallen. Want het lijkt makkelijk 200 meter, maar het is heel zwaar. En dat blijkt wel, want voor sommige teams is het al een hele tour om de start te bereiken. Het startsein wordt gegeven door burgemeester Erik van Oosterhout. Op de gong. Telkens strijden er twee teams tegen elkaar. Per boot peddelen 8 personen en er is een trommelaar die het ritme aangeeft. Op de boot staat ook nog een stuurman, die is van de organisatie. Met name om ongelukken te voorkomen hier op het kanaal is dat vanuit de organisatie verplicht. Was het spannend op die finish, of niet? Ja, maar dat krijg je niet zo mee, want je bent als goed is gefocust op je eigen boot. Dus, maar het bleek achteraf dat het niet zo, dat het best wel close was, ja. Dus weet je al of je gewonnen hebt? Volgens mij moet je 2 keer en dan weet je pas of je doorgaat naar de volgende. Maar deze race? Deze hadden gewonnen, ja. Kijk, dat geeft moed voor de volgende. Dat lijkt mij wel. Ja, een paar biertjes en dan komt die volgende wel goed. Veel plezier. Dankjewel. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen. Wie de mancave van Johan Derksen in Grollo binnenwandelt, ruikt, ziet en proeft het meteen. Hier zijn goede verhalen te vinden. Over vroeger, de blues en qua jongens met gitaren in boerenschuren. De perfecte plek om een nieuw radioprogramma over Harry Musquet op te nemen. Harry was een bluesman. Harry hield van klassieke muziek en hij hield van blues. En hij had één
guilty pleasure en dat weten de mensen niet. Daarover straks meer. Eerst het nieuwe programma. De Nalatenschap van Harry Musquet heet het. Vol blues, de bakermat van de hedendaagse muziek. En het lijkt wel of de blues niet meer bestaat. Hè? De radiostations hebben allemaal een commercieel format en blues hoor je niet meer. Welk radiostation heeft nog een bluesprogramma? Vroeger had je een countryprogramma, een bluesprogramma, een soulprogramma. Het is er gewoon niet meer. En ik vind dat we die oervormen van muziek moeten eren en in leven moeten houden. Want ja, de hedendaagse jeugd die groeit op met een emmer vol bullshit en een paar gouden ouwe. Hè? Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma van Derksen is de opvolger van het succesvolle Harry's Blues, wat ruim 30 jaar te luisteren was op Radio Drenthe. Ja, Albert Haar die heeft natuurlijk 30 jaar fantastisch werk geleverd met Harry Musquet. En ik vind nu Albert ermee stopt dat dat voortgezet moet worden, want Harry Musquet heeft van Drenthe de bluesprovincie gemaakt. Musquet en Derksen. Ze delen niet alleen de liefde voor muziek, maar waren ook boezemvrienden. Ik ben in Rolde opgegroeid en ik weet nog wel, in die jaren keken we ontzettend op tegen de jongens uit het Westen. Hè? Wij hadden hier een soort minderwaardigheidscomplex waar we niet van afkwamen. En wij hadden het idee dat in Zwolle over de brug, daar begon de wereld pas. En dan kwamen al die bands uit het Westen hier spelen, dan stonden wij met open mond te kijken. Maar toen kwam Harry. En Harry had toevallig Eelco Gelling, dat was de beste gitarist van Nederland. Dus een hele generatie kreeg er zelfvertrouwen van dat QB en de Blizzards succesvol waren. Eindelijk troefden we die gasten in het Westen eens een keer af. Hè. Kortom, vanaf vanavond elke zondag een programma dat de goede herinneringen aan vroeger in zich heeft. Oh ja, en dus ook die ene guilty pleasure van Harry Musquet. Harry zei altijd, ik heb een hekel aan liedjes, maar de liedjes van Elton John, dat zijn de echte popsongs. En hij vond het een gekke clown met zijn gekke kleding en zijn brilletjes. Maar als muzikant waardeerde hij hem zeer. Dus als intermezzo zit er altijd een nummer van Elton John in. GGD Drenthe staat in de startblokken voor een nieuwe najaarscampagne tegen het coronavirus. In Hogeveen is een nieuwe vaccinatielocatie geopend aan de Toldijk. Wij verwachten drukte. Ja, daarom komen deze week ook veel nieuwe personeelsleden binnen. We hebben een wervingscampagne gehouden om weer het personeelsbeleid op peil te houden. Dat betekent dat we ongeveer 300 nieuwe medewerkers deze week mogen verwelkomen. Kerken in Drenthe vangen sinds deze week vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Zo ook de protestantse kerk in Assen. Sinds maandagavond slapen daar 21 vluchtelingen op twee locaties. Uiteindelijk doen wij natuurlijk iets wat de overheid nagelaten heeft. Ik durf het eigenlijk wel zo te zeggen. Die heeft dit op zijn beloop gelaten, veel te lang. Dus wij zijn er nu ingesprongen. Daar zijn we heel blij om en dankbaar voor dat we het kunnen. Maar het is niet goed. Deze mannen gaan 10 september naar de grote opvanglocatie in het Groningse Zoutkamp. Bij een fietspad in Havelte wordt gezocht naar bommen. De gemeente wil het pad verbreden, maar dan moeten ze eerst zeker weten dat er geen explosieven meer liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag hier een tijdelijk vliegveld dat destijds gebombardeerd is. Wij maken die scan en dat wordt allemaal opgeslagen. En dan gaan we naar de hoofdcomputer bij ons op kantoor. En dan gaan de specialisten naar kijken en die kijken van wat zit in de grond, hoe diep zit het en hoe ligt het. Hey, zorg dat je gereed bent, sluit je aan bij Alpha 2, jullie gaan de inbraak doen op de westzijde. Ongeveer 600 militairen uit Havelte werken zich deze week uit de naad bij een grote oefening in Oost-Duitsland. Het is een belangrijke oefening waarbij veel technieken worden gebruikt. We hadden vermoeden dat er ergens een vijand zat, maar we kregen de opdracht om bijvoorbeeld hier bij ons onze groep te verzamelen. En dat deden we ook. Maar helaas ben ik afgeschoten. Assen wordt overstroomd door jonge mensen in felgekleurde t-shirts. Het zijn allemaal studenten van de Thorbecke Academie. De studenten maken kennis met Assen. Ik denk dat het voor de studenten heel mooi is om te zien dat ze hier gewoon ruime mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen en om eventueel stage ergens te kunnen lopen als ze een aantal jaar verder in een opleiding zitten. Vanavond en vannacht waait een zwak oostelijk briesje. De temperatuur daalt naar een graad of 15.
Morgen is het in de ochtend overwegend zonnig. Het wordt warmer en klammer dan vandaag, zo'n 28 graden. Ook in de avond blijft het warm, zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag is er kans op een bui. En vanaf donderdag dalen de temperaturen en nemen de kansen op regen- en onweersbuien verder toe. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vind je op onze site of in de app. Fijne avond en graag tot morgen.